Een hele goede dag en welkom bij de Gouden Ouwe. Vandaag spelen wij Crash Bash. Crash Bash. Spel van de PlayStation 1. Hoppa. Ja. Battle Mode. Twee player. Ik ben Crash. Niet zo snel, rustig. Ha. Ik ben altijd zo snel Crash. Ben ik niet, hè? Tiny. Ik ben altijd Tiny. Oh, we hebben een dokter en een aap. Een dokter en een aap. Moet matig worden. Oké. Wat gaan we doen? Nou, dit spel is dus, zit eigenlijk allemaal minigames. Dus wat wij gaan doen... Het zijn minigames. Zullen we het helemaal elkaar of met elkaar? Ja, doen we met elkaar. Oké, nou nee, voor deze doen we even Ik ben er niet zo goed, hè. Weet je de controls? Ja. Oké. Okay. Ik denk het. Ja. Ja. Nou, dat komt wel goed. Crash Bad, heb je dit ooit gespeeld? Ik heb het wel eens eerder gespeeld, ja. Ik heb vroeger ook zelf een PlayStation 2 gehad. Twee? Een 2. Volgens mij een 2, ja. Heb ik ook. Of 1? Ik dacht 2. Is alweer even geleden. Mm. In mijn jongere tijd, maar die is kapot gegaan. Ik denk dat hij mijn gaming skills niet aankon, zeg maar. zo hard ging het. Ja. Oké, dus de bedoeling is hier dat we de tegenstanders kapot maken. Met door krachten op ze te gooien. In ieder geval zoveel mogelijk damage op hem doen. Oké, there we go. Die fruitdingen, die appels. Oh shit! Oftewel Moompa Fruit, zoals dat genoemd wordt hier. Moompa. Die geeft je weer HP. Dus, oh. Ah ja, mag het alleen doen. Nou fijn. Oké. Ah, gaat wel schrikken. Ik zit alleen met een aap en een dokter. Oh shit. Nee! Nee, dat is bullshit! Nee! 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 Moompa Fruit, Moompa Fruit. Shit. Oh ja. Oh, die andere kerel heeft... Die! Wat? Je hoeft niks te bullshit. Doen. Bullshit! Oké, maar we moeten dus 3 keer eerst winnen, hè? Ja, 3 keer winnen en dan hebben we gewoon. 3 keer winnen en we gewoon. Ja, oké. Nog. Jop! Oh. Dat gaat lekker doen. Oeh, dat was geluk gewoon. Oh man, ik ga goed. Jij gaat goed? Jij gaat beter? Oh, kijk. Oh, je hebt hem! Ik heb hem! Laat je muscles zien, jongen. Je muscles, je spieren. Oh! Ik dacht meteen. Oh. Ah, jammer, ik dacht dat die al ging. Oh shit! Sorry. Shit, son! Ik heb hem. Ik heb TNT. Nitro! Bam! Bam! Nog 56 Take that, NPC bitches! What? NPC bitches? Ja. Non-playable computer. Non-playable computer, wat? NPC, non-playable computer. Wat betekent NPC eigenlijk? Dat is een goeie. Soms dat is een goeie vraag. Ik weet wel wat AI betekent, artificial intelligence. Ja, weet die even. Zo. Ik kan net zo goed dokter wezen. Oh, okay. Maar ik mijn eigen plasma kun. Bam. Kan je dat? Jazeker. Ik heb ervoor gestudeerd. Oké. Okay. Hoi! Ho! Ho! Recht voor zijn bakjes! Nou, nog 1 keer. Eén keer nog, oké. Yes. Dan gaat het wel lekker zo. Here we go. We hebben ook maar 1,5 minuut al. Het zijn echt mini-minigames. Ja, zeker. Het zijn iets van... Ik weet niet hoeveel minigames. Vijf of zes minigames of zo. En dan kun je er nog een paar vrij spelen. Sorry, Robin. Sorry. Dat was voor de greater good. Ja. Oh, die dokter is alweer dood. Pak die aap. Die aap is een wissel. Oh, daar heb ik al. Ik heb die niet klaar. Ja, dat kan ook. Sacrifice must be made, hè? Nou, we hebben niet begonnen. Ja. Nou, toch wel best wel netjes in. Gaan we over? 26 seconden. Wat gaan we over? We gaan over naar een volgende minigame. Ja. En wat wordt er deze keer? Wat vond je van deze eigenlijk? Ik vond hem wel leuk. Ik vond hem wel leuk. Ja. Oh ja, dan heb je trouwens met elke minigame heb je ook nog een andere map en een ander soort. Hoe zeg je? Een twist eraan of zo. Zullen we gewoon tegen elkaar doen? Nee, met elkaar. Nog met elkaar? Ja. Oké. Volgende gaan we tegen elkaar. Oké. Ik weet niet wat het is, maar. Nee, maar jij hebt dit al 1 miljoen keer gespeeld. Ah, helemaal niet, jongen. Oké. Je zag mezelf ook het. Oh ja, nou ja, in ieder geval vierkantjes charge. Oké, moet je dan moet je eraf gooien, inderdaad. We horen bij elkaar. Ik ben nog steeds Crash. Oh, ja, dat zo snel mogelijk doorgeven.
Nee, niet aan jezelf. Ja, inderdaad. Aan de enemy. Oh, dankjewel. Nee! Oh. Oké, okay. Nou, anders gebeurt dat. Dan ben je dood. Ja? Oh! Oh, oh, laat die aap zien. Dan doet doe het met die aap hetzelfde wat je met tegen mij deed. Oh, oh, oh. Ja, goed zo, daar wegwezen. Nee. Niet aan mij. Nee, eerst aan hem geven. Kijk, zag je dat? Hij keek je gewoon van... Oké, nou wegwezen. Kijk, kijk. High five, teamwork. Zegt hij dat hij daar nooit zegt gevuld. Nou, dat betekent dat je een natuurtalent bent, weet je? Oh, nou, ja. Dat, nee. Ik zeg niet dat ik het nooit heb gespeeld, maar ik ben niet zo goed. Okay. Welke Bandicoot had je gespeeld? Ja, eentje zo'n 2D, weet je wel, dat je... Oh, zo'n originele, klassieke. Gemaakt door Naughty Dog. Ik denk het, Naughty Dog. Oh, dat zijn de deze is trouwens de eerste die niet door Naughty Dog was gemaakt. Oh, serieus? Deze Crash Bash game. Door wie dan wel? Een of andere... Ah, flip's sake! Dat gaat lekker. Een of andere development team. En wanneer is deze gemaakt dan? 2000... Ja, hij is in 2000 gemaakt in Noord-Amerika en in 2001 was hij hier in Europa released. Gooi hem eraf, Stefan, kom op. Ja, ik doe mijn best. Nee, ik zeg toch, je doet er gewoon voor doen. Easy. Kijk dan, 2-0. The decision. Even kort bijvoegen. Ja. Hopelijk dat ik deze keer wel blijf leven. Hoe dan? Rotspel. Oh. Flip sake. Nou, kom op. Shit. Ik ben nog nooit zo slecht geweest. En... dood. Hoppa. Oh, nou, daar kwam ik echt mooi onderuit. Hè? Oh, kun je nagaan als je dat in het echte leven hebt, hè? Dan krijg je zo'n ding van 500 kilo onderuit. Dat je iets van 5 minuten hebt om zo'n... om dat ding van je af te halen, anders ben je dood. Oh, deze moet ik bewaren. Deze moet je bewaren. Ja. Als je deze bewaart, dan wordt die andere gestunt. Gewoon een beetje rondjes rennen. Gewoon een beetje rondjes rennen. Ja. Oh, nee! Nee! Steven! Als je nu doodgaat, hè? Ja. Maar je mag ook eens langer leven. Net op het laatste moment, hè? Okay. Hij is slim, hij heeft van die dingen op zijn kop. Hij heeft ook een groot hoofd, dus dat moet ik wel goed doen. Jij hebt ook best wel een groot hoofd. Nee, ik heb een grote bag. Ja, grote bag. Ik heb een klein hoekje. Oh shit! Pak hem. Hey, wat? Nou, potverdorie. Ik heb hem. Nice. Nee, hij heeft hem. Nee! Kom op! Pak hem! Come on, fuck him! Oh nee! Ja! Dat meen je toch niet? Oh jongens. Dat was spannend. Oh, dit is gewoon. Oké, okay, de beslissing. Oké? Okay? Niet doodgaan. De apen met de leeuw. Professor. De professor versus de vos-achtig iets. Vos-achtige leeuw. Morad. Morad. Ja, volgens mij is het een morad. Een oranje morad. Oh, ik vind en een grote kleine tijd. Oh shit. Oh, nee! Oh, dat was close. Maak het spannend, jij. Ik maak het zo ontiegelijk. Oh. Nee, niet nog een keer, niet nog een keer. Ja, nice. Ja, nice. Ja, nice. Nee! Hey, bitches! Bitches! Kijk! Nee! Oké, hij gaat achter één van ons aan. Hij gaat achter jou aan. Oké, dat is goed. Dat is mooi. Dan blijf ik tenminste... Oh! Ja. Oké, nu is het aan jou. Als jij dit verpest, hè? Dan. Net op tijd. Oké, als ze dit hadden verloren, waren we best wel slecht geweest. Ja. Oké. Okay. Tegen computers uit 2001. Kan je verliezen. Vroeger waren ze veel slechter, veel moeilijker, hè? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, zeker. Oh, je kon niet echt op internet kijken van, even cheats of zo, weet je wel. Ja, dat was toen nog niet. Het internet bestond toen nog niet. Nee. No. Ja, het was heel veel moeilijk. Het was meestal niet gratis volgens mij. Ligt net aan wat je had. Wat gratis? Nou, vroeger was het via de telefoon gegaan, toch? Dat of in ieder geval. Dan moest je bellen voor internet. En dan kon je niet tegelijkertijd bellen en op internet. Is dat zo? Oh, nee, ik heb geen idee. Wij begonnen met zo'n kast. Oh, wauw. Ja.
Oh, dit is trouwens nog wel op mijn teams. Dus we ook aan. Wat we hier moeten doen is... zoveel mogelijk kleuren van ons maken. Hey, hey. Ik pak die van jou. We horen wel elkaar, dus dat ze niet zo slim zijn, zeg maar. Oh, okay, ja, oh, nou, pas mij niet. Even los, dus zonder woorden, omdat ik dacht dat ik hem al had gepakt. Ja, ik dacht... Oh, ik heb hem. Oh, de snelheid. Kijk naar de punten, gek. Pak die kistje van de flip, psych! Dat was mijn kistje. Mijn naam stond op. Dat is mijn kistje! Oh, je hebt al 43 ik punten, Ik heb gek. Best veel punten. Hier, neem dat doosje. Ik pak die gewoon. Oké. Ik pak die gewoon. Oké. Bam. Dat gaat lekker. Shit, jij maakt veel punten, gek. Ik maak veel punten. Dus wanneer ben jij beter geworden? Ik ben hier gewoon zo goed in, hè. Ik speel het al jaren. Ja? Ja. Heb je in de Pro League gedaan en zo, joh? Pro League hiervan? Ja, zeker. Vroeger. Vroeger? Vroeger. Goh, had je meer dan dat de koe waard was? Wat? Ik heb geen idee. Vroeger had je meer dan dat de koe waard was. Oh my goodness. Het slaat helemaal nergens op. Hey, bij Flipsake die dokter. Oh my goodness. Die dokter pakt ze allebei af. Nou, kijk dan, we winnen dik gek. Kijk mijn punten, G. We hebben allebei boven de 100. Kijk dan hoe massaal veel punten wij winnen. We hebben gewoon 3 keer zoveel zijn. Bijna. Jeumig. Jeumig. Oké, dan gaan we nog. Nou, dit is dan wel iets makkelijker, denk ik, om te winnen of niet? Is wel... Blijkbaar. Nou. Ik bedoel, zelfs ik kan het. Ik weet niet hoor, je hebt nog van die andere versies, die zijn wel lastig hoor. Het is echt frustrerend, want dan gaan ze allemaal op jou, nog steeds op jouw kleuren en shit. Dat is echt... Ik heb het door. Om gek van te worden. Kijk dan, hoe kan al mijn kleuren nou weer weg zijn? Ja, gebeurt nou eenmaal. Ja, hackers, ja inderdaad. Weet je waar dit me aan doet denken? Ja, hè. Ik moet denken aan Tony Hawk, die skating game shit, nog wat. Pro Skating 2 of zoiets? Pro Skating, nooit. Volgens mij heb ik die ook nog wel. Kunnen we ook nog wel een keer doen. Oh, sure. Ook een mooie editie voor de Gouden Ouwe. Ah, Flipsake had ik maar bijna. Het was een Gouden Ouwe. Wat? Dat was een Gouden Ouwe? Het was een Gouden Ouwe. Tony Hawk Pro Skating 2, volgens mij was dat. Was een Gouden Ouwe. Okay. Is nog steeds een Gouden Ouwe. En die blijft dan. Excuseer! Pak die er ook 3. Excuseer! Oh, nog 22 seconden, jongen. Ah, oké. Maar volgens mij zijn we aardig. Volgens mij gaan we aardig winnen. We hebben allebei boven de 70, zij eentje boven de 70. Maar kijk, als je een beetje kan rekenen, dan weet je wel dat wij dan winnen. Als je een beetje oog hebt. 1 met 7. Wow, dat was close, je hebt me bijna neergeknapt. Ja, maar dat was calculated. Dat was calculated. Ah, nog maar aardig. Nou, dik gewonnen eigenlijk. Nog eentje? Oh, nog één. Ja. Geef ze niet op ofzo. Nee. Pas na de derde keer, weet je wel. Want misschien dachten ze wel drie keer scheef ze weg. Maar... Oké. Okay. Dus. Ah, voor Flip zeker. Ja, sorry. Hij werkte niet mee. Ik zei, ga links naar boven. Maar hij ging rechts naar achter. Dan heb je gewoon een beetje... Volgens mij heb ik... Stop maar gewoon. Ja. Oké. Volgens mij ben ik psychisch niet helemaal goed. Hoeveel spellen zijn hier eigenlijk van gemaakt? Van Crash? Ja. 6, 7, veel. Zijn er nog nieuwe releases van? De laatste dat ik kan herinneren was Crash of the Titans. Voor PlayStation 2 of 3. Oh, dus er worden geen nieuwe meer van gemaakt. Volgens mij niet meer, nee. Wat wel jammer is. Ja, inderdaad. Het is een leuk speler. Crash, oh, het was zo weg van Crash vroeger. Je had ook nog wel Crash... Nee. Ja, natuurlijk ook nu nog, hè. Crash is de beste, hey. Crash altijd leuk gevonden. Okay. Tot op de dag van vandaag. Tot op de dag. Kun je wel zien, want we spelen een spel ervan. Hoe? Na 15 jaar. Jeumig, 15 jaar. Nou, moet je nagaan. We spelen gewoon een spel van 15 jaar. Nou, het is ook een beetje zien aan de graphics, maar op zich, voor 15 jaar geleden zijn de graphics nog best goed. Ja. Om te vergelijken met de spellen van tegenwoordig. Dat is heel goed. Bam. Nou, kijk eens weer. Appeltje, eitje. Easy peasy. Piece of cake. Dat is trouwens de taart. Wil je taart?
Dat? Wat? Nou, dat was het. De eerste 3 spellen van Crash Bash in de gouden oude series. Join ons de volgende keer voor meer. Oh, dat ruikt. Die houden we erin. Van de Maaier! Zit hij erin? Ah.